Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. In deze video wil ik het hebben over ETF's, want het wordt steeds populairder en heel veel mensen hebben daar interesse in. Zelf investeer ik ook behoorlijk in ETF's. Als ik kijk naar het maandbedrag wat ik beschikbaar stel om te investeren, is dat al 65%. Maar welke ETF's moet je nou kopen? Daar wil ik het vandaag over hebben, dus laten we al snel beginnen. En in deze video gebruik ik even de Giro om inderdaad heel veel verschillende ETF's te laten zien. Ten eerste is de Giro de meest populaire broker in Nederland. En ten tweede is er iets dat de kernselectie heet. Wat inhoudt dat je ETF's zonder transactiekosten kan inslaan. En vooral als je belegt met bedragen die niet gigantisch zijn, zal je merken dat transactiekosten elimineren hartstikke belangrijk is om het maximale rendement te behalen. Want als je eventjes uitrekent van oké, wat kost het mij als ik elke maand bijvoorbeeld voor een ETF 2 euro of 3 euro moet betalen en ik kijk dan over een periode van 10 jaar, dan scheelt dat gigantisch veel als je kijkt naar het totaalrendement. En al helemaal als je wat minder belegt, want hoe minder je belegt, hoe belangrijk het is om die transactiekosten te elimineren. En als je gaat naar de Giro, je drukt op tarieven, heb je altijd eventjes een overzicht. Je hebt bijvoorbeeld een kostencalculator, je kan zien wat de tarieven precies inhouden. En je hebt ook iets als de ETF kernselectie. En mocht je trouwens net begonnen zijn met beleggen, je snapt heel veel dingen nog niet. Je hebt hier ook iets als de kennisbank met een beleggersacademie, een begrippenlijst, dus een strategie, etc. Dus dat kan je altijd doornemen als je daar echt interesse in hebt. Dus ik ga eventjes naar de ETF kernselectie om inderdaad een beeld te kunnen schetsen van wat het allemaal inhoudt. Nou, we weten allemaal ondertussen wel wat ETF's betekent, dat is gewoon een mandje met heel veel aandelen. Maar dan is het alsnog lastig om te bepalen welke ETF je moet hebben, omdat er natuurlijk zoveel zijn. En als we nou kijken naar de meest verhandelde ETF's, dan is het duidelijk dat het vooral ETF's zijn met heel veel spreiding. Want ik zal er eventjes op drukken om inderdaad verder te gaan op dat artikel. De 4 populairste kernselectie ETF's van 2021. De nummer 1 is de Vanguard All World, daar investeer ik ook in. Met deze ETF koop je direct zo'n 3500 aandelen in. Op dit moment ligt de koers net boven de 100 euro, dus heel veel mensen kunnen dat elke maand wel inslaan. En dan heb je direct heel veel spreiding over de hele wereld in allemaal verschillende sectoren. Dus het is ook niet zo gek dat dat de nummer 1 is. En op nummer 2 heb je de Vanguard S&P 500 ETF, daar investeer ik ook in. En dat is de ETF die zich richt op de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. En Amerika is natuurlijk de wereldeconomie, dus het is niet zo gek dat heel veel mensen interesse hebben om de 500 grootste Amerikaanse bedrijven in één ETF te bezitten. Daarom investeer ik daar ook in. Op de nummer 3 zie je alsnog een ETF die zich richt op de volledige wereld en dan nog een ETF die zich richt op schone energie. Dus het is duidelijk dat de top 3 zich vooral richt op heel veel spreiding. En dat is dus wat heel veel beleggers eigenlijk zoeken met een ETF. Gewoon één ETF die ze kunnen kopen, misschien 2 ETF's en klaar is Kees. Want als je heel veel verschillende ETF's gaat kopen die zich richten op allemaal verschillende sectoren of verschillende landen, dan moet je alsnog heel veel spreiding inbouwen in je portfolio. Want als jij een ETF koopt die zich richt bijvoorbeeld op een bepaald land of een bepaalde sector, dan heb je nog steeds heel veel risico in je portfolio, want zo'n sector of zo'n land moet het heel goed doen, anders heb je een probleem. En natuurlijk is het nog steeds mogelijk om bijvoorbeeld extra te investeren in een ETF in een bepaalde sector of in een bepaald land, maar je ziet dat heel veel mensen vaak denken, weet je wat, 1 ETF, misschien 2 ETF's met heel veel spreiding, dan is het wel genoeg. Maar mocht je dus interesse hebben om hier gebruik van te maken, in de beschrijving staat een link en dan loopt op dit moment een actiefide link bij de Giro. Want als je registreert voor 30 april, krijg je gemaakte transactiekosten tot 31 mei terug met een max van 50 euro. En mocht je al klant zijn bij de Giro, er loopt op dit moment ook een actie bij Bux waar ik zelf ook beleg. Want je krijgt bij registratie via de link in de beschrijving een gratis aandeel wat kan oplopen tot maar liefst 200 euro. Voor beide zal er dus in de beschrijving een linkje staan. Als je besluit te registreren via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Dat kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en dat zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, gaan we terug op de Giro en er is altijd iets heel makkelijks als je wat verder naar onderen scrolt. Nee, dan moet ik eerst eventjes weer naar tarieven en dan ETF kernselectie aandrukken. Aan de onderkant heb je namelijk een heel overzicht van alle ETF's die deel uitmaken van de kernselectie. En je kan namelijk heel erg makkelijk zoeken van oké, wat heeft daadwerkelijk mijn interesse? Misschien denk je bij jezelf, nou weet je wat, een regio als Azië, daar wil ik wel wat meer van bezitten. Dan zie je dus hier allemaal verschillende ETF's die deel uitmaken van Azië.
Maar misschien denk jij niet bij jezelf, nou, ik wil eigenlijk Azië. Misschien wil je wel iets in emerging markets en dan ook nog in Azië. Nou, dan zie je dus ook allemaal verschillende mogelijkheden. Je kan ze ook uitzetten en dat je bij jezelf denkt, ja, ik wil niet per se een regio. Ik wil bijvoorbeeld Zuid-Korea. Voor Zuid-Korea is er bijvoorbeeld ook een ETF die deel uitmaakt van de kernselectie, waardoor je dus geen transactiekosten betaalt. En bij deze Giro kernselectie is er altijd eventjes een overzicht om te zien van wat houdt het allemaal in, op welke beurs is het, wat zijn de lopende kosten. En je kan altijd eventjes het linkje aandrukken voor wat iets meer informatie, zodat je wat een beter beeld hebt van wat het precies inhoudt. Je ziet bijvoorbeeld objectives en investment policy van deze ETF om te zien van oké, wat is daadwerkelijk het doel. Je ziet ook bijvoorbeeld het risico van deze ETF. Je kan ook zien wat ze daadwerkelijk hebben behaald in het verleden. Natuurlijk zijn behaalde resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar kan altijd wel een aardig beeld schetsen. Je kan ook altijd kijken wat de kosten zijn voor de ETF. Is natuurlijk ook altijd belangrijk om in de gaten te houden. Maar als je nog meer informatie wil, kan ik je aanraden om deze ISIN-code te kopiëren en dat te plakken gewoon in Google en dan gewoon de eerste zoekopdracht vinden en dan heb je meteen een goed overzicht van wat daadwerkelijk deze ETF inhoudt. Want dat heb ik namelijk gedaan, dan kom ik op morningstar.nl en dan heb je een iets meer overzicht over de ETF. Je kan bijvoorbeeld drukken op rendement, nou, dat zag je natuurlijk net ook al eventjes, maar dat geeft een iets beter beeld om te zien van de laatste 10 jaar, de laatste 5 jaar, year to date, etc. Je kan kijken naar portefeuille en als je dan bijvoorbeeld wilt weten van waar zit het allemaal in. En als je wat verder naar beneden scrolt, zie je ook bijvoorbeeld de koerswinst, de koersboekwaarde, etc. En iedereen kijkt natuurlijk naar iets anders, andere maatstaven. Dus misschien is voor jou koerswinst heel erg belangrijk of vind jij het belangrijk wat een omzetgroei is. Dat is natuurlijk echt iets persoonlijks. En als je dan wat verder naar beneden scrolt, zie je ook bijvoorbeeld de sectoren. Kan je dan kijken van, oké, deze ETF zit vooral in de technologie. Misschien heb je al heel wat ETF's of losse aandelen die ook al in de technologie sector zitten. Misschien denk je bij jezelf, nou, het kan misschien geen kwaad om een ETF te vinden die zich richt bijvoorbeeld op energie. Of misschien op de gezondheidszorg. Je kan ook altijd op land drukken, maar ja, dit is natuurlijk een ETF die zich richt op Zuid-Korea. Dus dan zal je zien, als het laat, dat het inderdaad ontwikkeld Azië is. Nou, dat komt dus neer op Zuid-Korea. En als je nog wat verder naar beneden gaat, heb je altijd een overzicht van de aandelen. Maar het is dus wel zo dat sommige aandelen belangrijker zijn voor de ETF dan andere aandelen. Het is altijd belangrijk om goed in de gaten te houden, want je ziet hier bijvoorbeeld dat Samsung Electronics bijna 25% deel uitmaakt van deze ETF. Dus het mag duidelijk zijn, als we kijken naar de komende jaren, dat Samsung heel erg belangrijk is. En misschien denk je bij jezelf, ik heb heel veel vertrouwen in Samsung, je doet er onderzoek naar. Of misschien denk je bij jezelf, ja, dat spreekt me niet aan. Ik wil iets meer verdeling in bijvoorbeeld de top 10 aandelen. Want niet één bedrijf te belangrijk is voor het resultaat wat ik behaal met de ETF. Dan kan je natuurlijk altijd verder kijken naar andere ETF's. Dus het is altijd belangrijk om goed onderzoek te doen naar een ETF. Dus niet blind gewoon kijken van oké, ik wil investeren in Zuid-Korea, weet je wat, die koop ik wel. Je moet altijd goed weten wat precies in de ETF zit. Heel veel mensen vergeten dat wel eens. Natuurlijk is het lastig om bijvoorbeeld met zo'n Vanguard All World ETF om uit te vogelen van wat er allemaal in zit. Want ja, dan heb je het over 3500 tot 4000 aandelen. Dat is natuurlijk niet te doen. Maar als jij dus ETF's wilt toevoegen aan je portfolio die zich richt op een bepaald land of een bepaalde sector en bijvoorbeeld minder dan 100 aandelen bezit in die ETF, dan is het erg belangrijk om te zien van wat is de verdeling. Want het kan dus nog steeds zo zijn dat je denkt, oké, ik ben gespreid aan het beleggen in bijvoorbeeld Zuid-Korea, niet wetende dat 25% van die ETF in Samsung zit. Dus dat is altijd heel erg belangrijk. En dat is dus ook nog een van de redenen waarom dus bijvoorbeeld de Vanguard All World zo populair is, omdat je namelijk over de hele wereld investeert. Want ik zal wel eventjes kunnen laten zien van of we die kunnen vinden. Even zien, Vanguard All World, dan vind ik hem wel. Inderdaad, dit is de Vanguard All World ETF. Je kan dan altijd even de ISIN-code kopiëren om te zien van oké, wat gaat dit daadwerkelijk inhouden. Je drukt op Morningstar voor een goed overzicht. Je drukt op portefeuille en dan gaan we eventjes naar onder om inderdaad goed te kunnen zien van wat houdt het allemaal in. Ik ga eventjes naar beneden scrollen. Hier zie je bijvoorbeeld ook de verdeling in de sectoren. Zie je al dat het iets beter verspreid is dan bijvoorbeeld met Zuid-Korea. Al is nog steeds technologie een belangrijk onderdeel van deze ETF. Maar je ziet hier bijvoorbeeld aandelenposities, dat zijn er 3746. Dat is dan wel sinds 31 maart 2022. En dan zie je natuurlijk nog steeds dat een Apple, een Microsoft en een Amazon gewoon heel erg belangrijk zijn. Maar als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de ETF van Zuid-Korea, valt dat eigenlijk wel mee.
Je hebt natuurlijk het liefst dat bijvoorbeeld een ETF een top 10 posities hebben en je kijkt naar die aandelen dat je bij jezelf denkt, ja, daar kan ik wel achter staan. Maar je ziet bijvoorbeeld al dat bijvoorbeeld met deze ETF, als je dan kijkt naar de top 10, dat er al heel veel aandelen zitten die onder de 1% zitten van de totale aandelenposities. Dus dan is er sprake van veel meer spreiding, wat ervoor zorgt dat bepaalde prestaties van losse bedrijven niet alles bepalend zijn. Natuurlijk, een Apple, Microsoft en Amazon gecombineerd zorgt nog steeds voor een behoorlijk percentage, maar als je het vergelijkt met ETF's die zich richten op sectoren of bijvoorbeeld landen, valt dat reuze mee. En ik heb het op dit kanaal natuurlijk heel erg vaak over ETF's. Dat is ook natuurlijk een groot onderdeel van mijn beleggingsstrategie, omdat ik 65% van mijn maandbedrag investeer in ETF's. Dus ik wil deze video gewoon eventjes maken om het beeld duidelijk te kunnen schetsen, dat er nog steeds risico's komen kijken bij ETF's en dat het ook erg belangrijk is om echt goed onderzoek te doen naar de ETF's. Niet kijken naar het naampje dat je denkt, oh, die richten zich op Zuid-Korea, laat ik het maar gewoon kopen. Het is heel erg belangrijk dat je altijd grondig onderzoek doet voordat je besluit te investeren. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.